De oudste Syrisch-Orthodoxe kerk van Europa, de Johanneskerk in Hengelo, viel gisteren de eer te beurt om patriarch Mor Ignatius Everen II te ontvangen. Tussen alle donkere hoofden was er één rood kapsel dat de aandacht trok. Dat van de 21-jarige Enschedeër Ruben van der Kaap. Ik ben Nederlands gereformeerd opgevoed. We gingen altijd naar de gereformeerde kerk. Ik kom uit een echt Hollands gezin. Ik heb één broertje. Dus ik heb er echt voor gekozen om Syrisch-Orthodox te worden. Ja, dus ik zie er iets anders uit dan de rest. De eerste keer toen ik hier binnenkwam was voor mij direct een gevoel van thuiskomen. Ik had er wel eens wat over gelezen, maar op een gegeven moment zei iemand, ga eens een keer mee. En ik ben hier in deze kathedraal toen voor het eerst een Syrisch-Orthodoxe kerk binnengegaan. En het voelde voor mij gelijk goed. Ik liep naar het altaar toe en ik sloeg een kruis. En dat doe je als protestant niet. Maar ik deed het toch en ik ging bidden. En op een gegeven moment dacht ik, nou nu is het wel genoeg geweest. Ik heb 5 minuten gebeden, ik moet nu terug, want iemand was op mij aan het wachten. En toen keek ik op de klok en toen was ik meer dan een uur verder. En toen ik opstond en terugliep, voelde ik mij zo verlicht, zo goed, dat ik dacht, ja, hier moet ik zijn. En dat gevoel is nooit meer weggegaan? Dat gevoel is nooit meer weggegaan, nee. Sterker nog, het bleek een allesbepalend moment. Inmiddels woont Ruben in het Everenklooster in Glanen. Ik hoop zelf priester te worden. Maar binnen de orthodoxe kerk weet je nooit of dat zal gebeuren. Of God het wil, of de mensen het willen. Ik ben op dit moment seminariestudent in het klooster. En ik ben me aan het voorbereiden op het priesterschap. Ruben heeft niet voor de gemakkelijkste weg gekozen. De taal is het Syrisch-Aramees. De taal die Christus ook zou hebben verstaan. Het is een dialect van het Aramees dat Christus sprak. En het is een taal die heel anders is dan de Nederlandse taal. Met hele andere klanken, een heel ander schrift. Dus het is heel moeilijk om die taal goed onder de knie te krijgen. En daarnaast heb je het oude Syrisch, het oude Aramees, dat binnen de kerk wordt gesproken. En het moderne Aramees, dat door de mensen wordt gesproken. Dus ik heb te maken met twee hele nieuwe talen die ik onder de knie moet krijgen. En beide spreek je inmiddels vloeiend? Nee. Ik heb weinig tijd gehad om echt in de taal te gaan. Ik studeer op het Windesheim, godsdienstpastoraal werk. En ik hoop deze zomer ook naar Zuidoost-Turkije te kunnen gaan, naar het Sint-Gabriel-klooster, om daar echt 2 maanden goed aan de taal te gaan zitten. Ik heb de viering extra bijzonder beleefd vanmorgen, omdat onze patriarch erbij is. En hij is onze kerkvorst, de opvolger van Sint-Petrus. En dat maakt het toch wel weer extra bijzonder. Het is een kennismakingsbezoek van de patriarch, maar heeft hij ook bijzondere speerpunten, aandachtspunten in zijn bezoek? Ja, de genocide staat voor hem centraal. In 1915 in het Ottomaanse Rijk is er een genocide geweest op alle christelijke minderheden in het Ottomaanse Rijk. En we hebben tot nu toe daar weinig aandacht aan besteed, omdat de kerk altijd zoiets had van doe maar niet. Omdat de regeringen in het Midden-Oosten eigenlijk liever niet hadden dat wij daarover spraken. En om ons te kunnen beschermen heeft de kerk altijd gezegd van laten we het daar niet over hebben. Alleen onze patriarch nu, die heeft gezegd dat het nu precies 100 jaar geleden is en wij hier aandacht aan moeten besteden. En dat is wel iets wat deze patriarch echt tekent. Dat is bijzonder aan hem. Hij heeft een kaars aangestoken ter nagedachtenis van alle christelijke slachtoffers tijdens de genocide in 1915. En dat zal hij in alle kerken doen. En aan het einde van zijn bezoek zal dus in elke kerk een kaars branden ter nagedachtenis van de slachtoffers. Ik merk dat dat de geschiedenis zich herhaalt op dit moment. Dus dat het heel erg belangrijk is dat we weten wat er toen is gebeurd. En dat we ook erkennen wat er toen is gebeurd. Daarom zijn we een comité begonnen. Samenwerking tussen Syrisch-Orthodoxen en Armeens-Orthodoxen. En wij gaan ook een tentoonstelling openen. We zijn daar heel erg druk mee bezig. En we vinden het heel erg belangrijk dat
dat er bewustzijn wordt gecreëerd. Dat mensen weten wat er is gebeurd en dat het nog echt in onze gemeenschap heel erg speelt. Ja. Goed toch? Perfecte kwaliteit, perfecte kwaliteit. Deze kunnen we goed gebruiken. Ja. Ik word heel emotionaal als ik deze foto zie. Ja. Ja. Maar dit kan wel een familielid van mij zijn. Ja, precies. Van ons allemaal. Ja. En het doet me echt een hart pijn. Maar ja, het is geschiedenis waar we echt voor moeten staan. En het is de werkelijkheid. Ik bedoel, deze foto ook. Je ziet gewoon dat ze, ja, zelfs de kinderen konden het niet meer aan. Nee. Dus het is goed dat we hier, aandacht aan besteden. Absoluut. In onze tentoonstelling. Ja. Mooi gedaan. Ja. Dankjewel, David. Graag. Dankjewel. Van harte welkom.